Uit de Kunst, culturele tv. Welkom bij Uit de Kunst, het stukje kunst en cultuur binnen het Trom magazine. Vanavond in Uit de Kunst het vervolg van Rondje Dordcup, een gedicht en een greep uit de culturele weekagenda. Maar eerst nieuws uit het Dordrechts Museum. Mei 1997 werd ze gekocht op een veiling in Keulen. Maanden van schoonmaak en restauratie volgden. Maar nu is ze in volle glorie terug in Dordrecht. Margaretha de Geer, weduwe van schatrijke 17e-eeuwse Dordtse wapenhandelaar Jacob Trip. Toen woonde Margaretha op de steeg over Sloot, nu een paar honderd meter verderop, in het Dordrechts Museum. Het portret is een belangrijke aanwinst voor het museum. Niet alleen is het een afbeelding van een Dordtse vrouw, ook de schilder was Dordtenaar, Nicolaas Maas, de beroemde leerling van Rembrandt. Geportretteerd en door J.G. Kuip, een andere Dordtse meester, die ook in de collectie van het Dordrechts Museum aanwezig is. Dat schilderij van Margaretha overigens niet. Dat is uniek dat wij nu een schilderij hebben kunnen kopen, wat enerzijds een kunsthistorisch heel goed schilderij is. Het is fantastisch geschilderd, subliem in uitwerking, in lagen op elkaar. Als je alleen al naar de handen kijkt of naar de kraag van Margaretha de Geer, dan zie je dat het hele verfijnde, goede wijze is geschilderd. Dus dat is bijzonder. Maar wat ook bijzonder is, is dat we het, hebben kunnen verwerven. Daarnaast is het ook bijzonder dat het een historische waarde heeft voor de stad Dordrecht. Het is tenslotte een van huis uit Dordtse familie, waar we nu een portret van hebben kunnen kopen. Dat komt niet elke dag op de veiling. Het is ook bijzonder dat het Dordrechts Museum het heeft kunnen verwerven. Het kwam op een veiling in Keulen, ergens in het voorjaar van dit jaar. We hadden al gelijk ons oog erop. We zagen het in de catalogus en dachten, dat is eigenlijk wel iets wat van belang is voor Dordrecht om te bewaren. Maar ja, dan moet je toch in korte tijd even uitzoeken of het een goed schilderij is, of het een echt 17e eeuw schilderij is. Kortom, daar gaat het onderzoek aan vooraf. En vervolgens ga je naar die veiling en dan blijkt dat er meer mensen belangstelling hebben voor dit schilderij. Het is de hulp geweest van de Stichting Vrienden en van de Vereniging Rembrandt en van de Stichting Dordrechts Museum 1842-1992, die met elkaar gezorgd hebben dat we dit konden kopen. En ik mag toch wel zeggen dat we het nu niet geheel zonder trots presenteren vanaf 13 december. Dan nu een greep uit de agenda. Op dinsdag 23 december wordt er bij bezoekerscentrum De Hollandse Biesbos een glühweintocht georganiseerd. Tijdens deze 2,5 uur durende rondvaart gaat u onder het genot van een glaasje glühwein met een oliebol op zoek naar watervogels. De boot vertrekt om 12:30 en wil je hem niet missen, reserveer dan vroegtijdig bij bezoekerscentrum De Hollandse Biesbos. Kattenliefhebbers opgelet. Op woensdagavond 24 december draait in filmhuis Synode de Franse film Chacun cherche son chat, oftewel Iedereen zoekt zijn kat. Het is een hele leuke film die zich afspeelt in een Parijse volksbuurt. En als u op woensdagavond niet kunt, de film draait ook op vrijdagavond, tweede kerstdag dus. Ook op tweede kerstdag in Schouwburg Kunstmin de familievoorstelling Assepoes. De aanvang is om 14:00. Op zaterdag 27 december vindt in, ook in Schouwburg Kunstmin, het oudejaarsconcert plaats. Het is een gevarieerd concert met klassieke en populaire muziek voor alle leeftijden. Het wordt uitgevoerd door het Dordrechts Philharmonisch Orkest. De aanvang is om 12:00 middags, de entree bedraagt 10 gulden. Dat was het wat betreft de agenda. We nemen nu even een poëtische pauze. Het wemelt van de schedels en de knekels in ondergrond van oude steden. Slordig verspreide bowlingballen tussen omvergesmeten kegels, maar ook wel netjes neergelegd als voor een eerstejaars college. Ze komen boven als, na grote branden, de handen van projectontwikkelaars gaan jeuken en het eczeem zich meedeelt aan stadsbesturen die van gaten niet zijn gediend. Al moet voor het warenhuis eerst nog een groter gat gegraven. Dan grijpt de bodemvorsel snel zijn kans. Mag ik van u de laatste dodendans?
Beste kijkers en luisteraars, ook hartelijk welkom bij deel 2 van de eerste rondje Dordcup. Onze helden zetten hun kweest naar snelheid en cultuur voort hier bij de Damiatenbrug. De gietijzerverbinding tussen de Wolwevershaven en de Kuipershaven zie je de stad sinds 1855 en is ontworpen door Itz, hier het Groothoofd. Terecht dat houtmoment anderhalf en Hogeboom met nummer Pi hierbij stilstaan. Dordtse trots, dames en heren, inspiratiebron voor dichters, schilders ook. Hier een detail van de Groothoofdspoort. Helaas ontbreken mij de gegevens over deze koppen, maar waarschijnlijk zijn ze net als de Dordtse maagd gebeeldhouwd door Gilles Huppe. Wat een mooie aanwijzing, zeg. Origineel, maar verder weer. Ik zeg snel verder weer. Welk een tijdverlies is dit, zeg. Kostbare punten worden hier verloren. De plaketten met onleesbaar Nederlands. Terecht neemt Hogeboom hier vol eerbied zijn petje af. En dan hebben we de Groothoofdspoort. Maar natuurlijk niet zonder dat eerste stedenmaagd wordt aangewezen. Een speer van een aanwijzing. Hier de Groothoofdspoort. En dan verder de Wijnstraat in. Jawel, Dordrecht was vroeger beroemd om zijn wijnen. Vooral met Duitse wijnen werd veel fortuin gemaakt, zoals u hier wel kunt zien. Aangemoedigd door het in grote getale opgekomen publiek zette Houtman en Hogeboom de strijd om de cup voort. Een noodzakelijke versnapering in ontvangst nemend. Maar wat is dat? Jawel, een ongeluk. En natuurlijk is de Citybus daar ook bij betrokken. Jawel, je maakt wat mee, dames en heren, tijdens het rondje Dordcup. U ziet u ook hier de mensen, de deelnemers, hartstochtelijk toejuichen. Even wordt de schade door het deelnemersveld opgenomen en dan snel weer verder. Nou ja, sneller. Heeft iemand uit het publiek soms een schot gelost? Ze lopen er zo aangeschoten bij. Maar de helden gaan gelukkig verder en blijven zelfs oog houden voor de gevelversieringen in de stad. En dit is dan een hele leuke. De onbeschaamde. Eigenlijk waren er 3 huizen met onbeschaamde gevels. De 3 broers van Beveren zijn er verantwoordelijk voor. Dit huis behoorde toe aan Willem van Beveren. Ik vraag nu speciale aandacht voor de bijzondere aanwijzingen die ze worden verricht. Traditie in rondje Dordcup. Zo te zien dient Houtman zich aan. En Hogeboom gaat verder. Houtman die gaat ondertussen naar het huis toe. Hogeboom die zwalkt verder. En wat gaat Houtman doen? Hij gaat zich concentreren. Hij staat in een hoek. Hij concentreert zich nogmaals. Hij neemt nog een slok waarschijnlijk. Ja, want dames en heren vooral, ga er maar aan staan. Zo met een camera erbij. Jawel, hier gaat het gebeuren. Nu gaat het plaatsvinden. Wat een slechte regie, zeg. Wat een ongelofelijk, wat een shit, wat een shotwijziging. Dit klopt helemaal niet. Ja, hier zien we Hogeboom de voorstraat uitlopen. Maar ja, wat schieten we daar nou mee op? Ah, we zijn terug. Welke onbeschaamd mooie aanwijzing is er toch. Hoort het klatergoud kletterend zingen op de straten. El Houtman neemt er duidelijk zijn tijd voor en terecht. Dit verdient punten, kostbare punten. Maar ja, Hogeboom kan nu wel heel veel afstand nemen voor de Houtman. Je ziet Hogeboom hier op een steeg oversloot en hij wijst hier, wat wijst hij aan? Aan de rechtbank, dames en heren. En dan snel de Museumstraat in, het huis van Sint Huibert. Een symbool tegen oorlog en geweld. Wat een machtige symbolische aanwijzing is dat, zeg. Nu snel verder de Nieuwstraat in. Maar waar is Houtman ondertussen? Houtman moet toch ook een stuk verder zijn. Houtman staat nog steeds bij het huis onbeschaamde. Ongelooflijk, wat een blaasvermogen heeft die jongen toch. Dit is ongelooflijk, veel punten. En hier de maquette, de aanwijzing, de onbeschaamde. Maar ja, dat weten we nu zo langzamerhand wel. Ah, gelukkig, Houtman is nu inmiddels klaar. En gaat nu ook weer verder. Hogeboom rent hier over de Nieuwstraat langs het Staatsplein. Uniek in Nederland, want het is het enige plein dat interessant is door wat eronder ligt en niet door wat er bovengronds gezien is. En snel de Hofstraat in. Houtman met nummer 1,5 komt hier intussen het hof. Het complex het hof oplopen. Het hof dat zo belangrijk is geweest voor de geschiedenis van Holland. En hoe gaat hij dat aanwijzen? Jawel, dames en heren, gezeten op een stalen ros. Kijk het publiek enthousiast reageren. Fantastisch. En Houtman die geniet ervan natuurlijk. Hogeboom nog steeds in de Hofstraat. Puur net, dames en heren. De huizen die staan hier pas sinds de jaren 60. Maar wat? Wat, dames en heren, wat hoor ik nu over mijn koptelefoon? Het gaat mis. Er klopt iets niet. De deelnemers hebben het nog niet door. Wij rennen maar verder. Wat is er aan de hand? Niemand zal het weten. Een dramatische ontwikkeling tijdens het eerste rondje tot kut, dames en heren. Ja, shit. Het is gewoon kut. Gewoon shit. Ik bedoel, dan doe je er zo je best voor en dan, ja, dan gaat het gewoon mis. Het schiet niet op, zo kan je zo'n rondje dat ook helemaal niet afmaken. Nee, dat heeft helemaal geen zin. Nee. Ik denk dat we er gewoon maar mee kappen. Niet. Ik denk het wel. Het heeft gewoon echt geen zin om dat af te maken. Nee. Ik bedoel, we zetten ons in voor de Dordtse cultuur en daar doen we het voor en niet voor onszelf. We doen het voor uw kijkers. En dan wordt het gewoon op deze manier de grond ingeboord. We moeten het nu afmaken en ja, het zit er gewoon niet in. We kunnen niet verder. Houd op. Het is een schande!